hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Jordi en ik zijn net even voor mijn bloedwees te prikken. Voor mijn trage schildklier is gewoon controle, periodieke controle. Want ik heb een trage schildklier. En dat moet gewoon gecontroleerd worden eens in de zoveel tijd. En nou gaan we eventjes naar de winkel toe. En wat gaan we dan doen? Ja, hij was al vanochtend vroeg wakker. Had er zin in. Dus, ja. Hè, kleintje? Heb je daar nog te vertellen? We kwamen thuis vanuit de winkel. Ik leg hem heel even in de box. Ik denk, nou dan hè, kan hij even spelen. Wat gaat meneer doen? Juist, het slaapt. Dus, fijn. Dan ga ik denk ik maar heel even editen. Want ik denk dat ik anders vanmiddag niet in toe ga komen als hij niet gaat slapen. Dus dan ga ik dat maar even doen. Heel even deze kleine drummers wakker maken. Hij wordt dus niet altijd vrolijk wakker. Jordi, kom, wakker worden. Wakker worden. Nee, wakker worden. Wakker worden. Wakker worden. Zeg Jordi, ik snap dat die kussens lekker liggen, maar je moet echt wakker worden. Wil je wakker worden? Kleine dreimus. Doe jij je oogjes eens open? Hi! Hi! Oh nee, niet doen. Niet gaan zitten staan. Anders word je nog niet wakker. Kom. Oké. Okay. Hallo? Ik heb je nou uiteraard ingeknipt en geplakt. In dit stukje. Maar ik ben nu al bijna 6 minuten bezig om hem wakker te maken. Klappers in de voetjes, play, play, play. Je wakker worden? Wij zijn net nog eventjes bij Bianca Manuel geweest. Dat hebben we niet gefilmd. Het was een watergevecht tussen jou en Bianca. Hè? Mm-hmm. En Jordi was er ook bij. Die is ook een paar keer nat gemaakt. Vond hij niet zo heel erg, toch? Nee. En nu krijgt Jordi flesje. Dan gaat hij zo naar bed. En dan gaat Niels mij nog heel eventjes helpen met hier...
dingetjes doen. Ja, Natasja, dingetjes doen, ja. Zoals in huishouden. Ik ben een beetje aan het poetsen hier beneden met mijn koptelefoon op, met muziekje aan. En ik vroeg aan Niels of hij heel eventjes dat ding van Jordi op wil blazen. Dat tentje wat ik in zijn... de ballenbak wat ik in zijn speelbox heb staan. En ik draai mijn eigen om, hij heeft dit gedaan. Dus... Nou kan ik één ding zeggen, ik slik hem in, ik zeg het niet, want dan zullen mensen tegen mij zeggen dat ik heel hard ben. Maar ik weet in ieder geval waar Jordi zijn streken van heeft. Boe. Jordi heeft even geduurd voordat hij ging slapen. Maar we hebben hem gewoon op bed laten liggen. Ja, hij heeft niet gehuild of zo. Hij is vanzelf in slaap gevallen. Ja. Dus we hebben hier ondertussen beneden even alles netjes weer gemaakt. En dan kunnen we het weekend in. Ja. Ik ga lekker naar bed. Jij gaat nog even je serie kijken. En welterusten. Welterusten. Een hele goede morgen. Of nou ja, hier ligt er alweer eentje voor Pampus. Hij was vanochtend heel vroeg wakker, ik denk dat hij buikpijn had. En uiteindelijk, Niels heeft zijn luier verschoond. En hij wilde ook niet eten. En daarna heeft hij nog een keer zijn pamper flink volgemaakt. En hij is zo grijnig van, heb ik jou daar? Dus ik dacht bij mij, weet je, laat ik jou maar gewoon dan nog even slapen. Dan kijken we wel even hoe we het doen. Want er was niks mee te beginnen met hem. Maar goed. Ik ga heel eventjes mijn was aanzetten en zo. En dan ga ik daar een fruitje pakken voor hem. Want ik laat hem niet super lang slapen. Ben je ontwaakt? Hallo? Oh. Ben je ontwaakt? Ben je nog steeds moe dan? Nee. Nee, je gaat niet aan mijn haar. Hij duwt me gewoon weg, die kleine. Jongen. Denk dat hij een beetje chagrijnig is. Bid humeur van je moeder. Jordi. Hallo, kun je ook nog lachen? Hij heeft echt mijn humeur. Alsof ik hem zelf gemaakt heb. Niels is Jordi aan het eten geven. En Jordi ging iets laten slapen. Heb ik straks nog bezoek gehad van... de peetong van Jordi. En Jordi is goed aan het eten. Hij heeft zijn soepje vandaag overgeslagen, want meneer die heeft uitgeslapen vanmiddag. Mama heeft ook eventjes geslapen. Heel eventjes. En nu ben ik zelf aan het vingerhaken. En dat doe ik niet voor mijn lol, maar dat doe ik voor het zeil van het zwembad. Dat touwtje is kapot, dus daar ben ik nu heel even een nieuw touwtje aan het maken. Want ja, ik heb een hele hoop garen liggen, dus waarom zou ik het niet doen dan? En dat gaat ook snel, dus ja, dan ga ik even mee verder. En dan gaan we daar nog even naar de winkel. En dan, het is dan weer avond. En wat gaan we doen voordat we naar de winkel gaan? Dan gaan we eventjes nog op de range.
Joepie! Deze zit ook wel heel ver naar voren. Zo, wij gaan even lekker met de ring spelen. Wij zijn, zoals jullie zagen, naar de winkel geweest. Wij gaan lekker pizza eten. Heb ik net even belegd. En ik heb Jordi even geplaagd om de telefoon hier weer op te doen. Daar kan hij niet tegen. Die moet er dan af. Yummy, yummy, yummy. Jordi heeft lekker zijn flesje op. Mandy is gekke dingen aan het kijken. Stranger Things op Netflix. En ik doe bankzaken en beleggingen. Mandy eigenlijk ook. Ja. En de touw is klaar voor het zwembad. Heeft ze gehaakt of zoiets? Gevingerhaakt. Gevingerd en gehaakt? Ja, zoiets. Dus... Het zal allemaal wel. Hij is in ieder geval lang zat. We hebben een rondje om het zwembad gelopen in de regen. Ja. Dus dan kunnen we morgen het zwembad stofzuigen en de hoezen weer overheen doen. Of het moet morgen 30 graden worden, wat ik niet denk. Maar... Ja, morgen is zoals Pasen en Pinkster op één dag valt. Ondertussen dat we Stranger Things aan het kijken zijn. Tenminste, ik ben Stranger Things aan het kijken en Niels is zijn eigen aan het ergeren aan mijn geschrik. Ik geniet daarvan. Oh, je geniet daarvan? Je zat me uit te lachen. Heb ik wat lekkers gemaakt. Eiersalade, zalmsalade, tonijnsalade. En dan heb ik hier nog Bourgondische vleessalade en stukjes kip. Met stokbroodje. Dat gaan we lekker even genieten. Doen we niet elke avond, maar we hadden er zin in vandaag. Een hele goede morgen, bijna middag zelfs. Ik ben de hele ochtend bezig geweest met boven eigenlijk opruimen, poetsen enzovoort. En Jordi die heeft net zijn flesje gehad en die gaat zo lekker naar bed. En jij ging daar sporten toch? Ja. Nou, Niels gaat daar sporten en ik ga nog wat dingetjes doen hier. Even zitten, wat eten. We hebben een thuisdag in principe vandaag toch? Ja, het weer nodig toch? Niet uit om iets te gaan doen. Nee, het is druilerig. Maar ik heb wel lekker mijn was buiten hangen, dus dat droog lekker. Nou, Jordi gaat lekker naar bedje toe. Hij is flink gestoken weer door muggen. Jordi is inmiddels weer wakker. En Niels gaat hem lekker een wortelsoepje geven. Ik persoonlijk vind wortelsoep niet super lekker. Wat vind jij ervan? Het heeft wel smaak. Het heeft wel smaak. Je vindt het wel oké. En Jordi vindt het hartstikke lekker.
Ja, Jordi vindt super lekker wortelsoep. Maar ik persoonlijk ben er niet zo kapot van. Maar ik ben blij dat hij het lust. Dan maak ik het graag voor. Ja. Ja. Was jij weer wakker? Ja. Wat wil je vertellen? Mijn slabbertje. Krijg jij slabbertje? Heeft een beetje de hik. Jij gaat lekker soepie eten? Ja, soepie? Lekker soepie eten, hè? Wij zijn alvast een beetje in het oranje. Voor Jordi had ik niet echt iets oranjes, dus die krijgt een lekker Pluto-shirtje aan. Toch iets van oranje. En wij gaan nou heel eventjes naar de winkel. En dan... Ja, het is vandaag voor ons gewoon een saaie dag, want... het is voor jullie te saai om te filmen. Want ik ben gewoon van alles aan het doen in het huishouden. En Niels doet papa spelen en... Zovoorts. Nou is die schoentje aan het doen. Bij Jordi. Dan gaan we even naar de winkel. Ja, we hebben vandaag gewoon geen dag waarin we iets speciaals gaan doen of zo. Soms hebben we die dagen wel eens, hè? Ja. Hé, hey Jordi. Ja. Soms hebben wij wel eens die dagen. In de maneschijn, in de maneschijn. Klom ik op een trapje door het raamkozijn. Maar je raadt het niet, nee je raadt het niet. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet Jordi als die schoenen poetsen is. En dat is 1, en dat is 2. En van je dikke, dikke, dikke tante Kee. En dat is recht, en dat is krom. En zo draaien we ons Jordi nog eens om. Pom, pom. Okay. In de maneschijn, in de maneschijn, klom Jordi op het trapje door het raamkozijn. Maar je raadt het niet, nee je raadt het niet. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet ons Jordi als die schoenen poetsen is. En dat is 1, en dat is 2. En van je dikke, dikke, dikke tante Kee. En dat is recht. En dat is krom. En zo draaien we ons Jordi nog eens om. Pom, pom. Nou, dit doet hij dus iedere keer. Ik heb het hem niet aangeleerd. En, zitten jullie er klaar voor? Ja, joehoe. Maar jou, joehoe. Yay. Nou, we gaan duimen, hoor. Minuutjes, hè? We gaan duimen voor die dames. Jordi zit al heel vroeg aan de fles. Maar hij begon het helemaal te huilen en te laten zien. Schreeuwen. Ja, te schreeuwen en ook te laten zien dat hij echt pijn had. En hij was scheetjes aan het laten. En ja, dat is voor ons gewoon een ding om te laten zien: van ik heb zoveel buikpijn, jullie moeten er wat mee doen. Dus we hebben hem gespoeld. En er is best veel uitgekomen nog, hè? Mm-hmm. Dus we hebben het weer even achter de rug. En hij is lekker onder de douche geweest. En hij zat helemaal onder. Zoveel was eruit gekomen dat hij gewoon alles helemaal onder getrapt heeft en gedaan. Plus hij was helemaal over de zeik. Dus dat werkt ook niet mee, want dan ben je net met zo'n, hoe heet zoiets. Hij wordt dan helemaal stijf als hij boos is of pijn heeft. Dan gaat hij zichzelf helemaal verstijven. Dus ja, dan moet je hem in een houding leggen en dat werkt dan niet mee. En
Dus alles zat helemaal onder hier. In de badkamer. Niels zat onder. Ik gelukkig niet. Ik ben buiten schot gebleven. Maar... Ja, dat hebben we ook zo gepland dat één iemand het doet. Ja, het belangrijkste is één iemand die doet het. En het is niet erg als diegene onder komt te zitten. En de ander die blijft schoon, zodat diegene ook van alles nog kan pakken mochten dingen nodig zijn. We hebben gewoon gemerkt met Jordi dat het beste werkt. En... maar alles zat onder. Het zat gewoon echt bah. Maar goed, het is allemaal weer schoon. Jordi is schoon. Niels is schoon. Ik ben ongedeerd gebleven. Dus. En nou ligt hij lekker zijn flesje te tutteren. Met extra voorlax erin. Dus. Ja, we wachten het maar weer even af. Jordi is nog wakker. Heeft net een extra flesje op. Is weer een stuk vrolijker als dat hij straks was. Hij kan zelfs lachen, dat komt hij straks niet. Maar hij is wel hartstikke moe en vertikt het om te gaan slapen. Hoe voel je erom? Ja, wat een zucht. Dus die gaat dadelijk weer terug naar bed. En ik ben aan het editen ondertussen. En Niels is ondertussen zijn serie aan het kijken. Die je lacht, hè? Dus ja, dat. Bij deze sluiten we de ups en downs af. En gaan we lekker slapen. Ja. Welterusten, mensen. Welterusten.